Stapvoets ga je tergend over iemand heen en kun je veel meer schade doen dan wat hij zich helemaal doet. Hij wil afslaan. En dan gaat door rood. Maar ik ben natuurlijk heel naïef geweest. Ja, precies. Ik ben natuurlijk heel naïef geweest. Hij is goed over. Waarover? Ook dat ze het geld pas laat krijgen. Kun je even. Normaal is dat nooit zoveel auto's gedaan. Test your skills in de Cybercar Challenge. Ga naar it.com. Jawel. De cv heeft een goed beeld van. Oh, folie. Ja, in het begin. Zag je hem soms ook hier tot 10 uur 's avonds staan? Ja. En dat gaat nu dus ook gebeuren. En de UEFA kondigt maatregelen aan tegen fans van FC Antwerp. Die rennen tijdens de tweede wedstrijd van de play-off. En allemaal grenzen uitgezien op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Naarden 18 uur. Ik heb een rare drempel. Het is echt een drempel met achterbakken stokpootjes. Ja. Dat was ook lekker. Bijna al. Dat was fijn, hè? Dat was lekker. De vakken nog. Daar. Ja. Bij dat huis daar, die was een stuk hoger. Daar is een laag. Ik kan nu naar binnen kijken.
Bijvoorbeeld printers die wel doen wat je wilt, maar ook bokzakken om je even af te reageren. Ze kwamen naar mij toe, was dat Tommy een eisen was in de uitdingen. Je moet je vader neuken en je moet door zijn buurjongen die niet het uitkijken was. Ja. Overstuur. Oh. Ik zeg, gaat die zo zeggen. Geen zorgen te zeggen, het is niet jouw fout. Nou, met schrijven kan hij dat goed fijn doen. Ja. Weet je wel? Prima. Dus het volgt mij. Mogen we melk halen? Ik kan wel even zo direct. Oude manier. Oude manier?
richting aangeven. Ja, dan weet de mensen ook wat je gaat doen. Ja, ik ben geanticipeerd worden. Nu kan ja, richting aangeven. Kijk, ik ben wel heel eerlijk, als ik was geweest en ik had dat gehoord. Geen stoep. Gelukkig beheers je mijn stapvoets redelijk. Ja, maar ja, ik dacht dat de stoep gemaakt was om te lopen. What the frozen frying motherfucking idiot! Kijk, oh, straatcontrole. Dit lijkt net als belastingdienst. Komt alle oude nummerborden controleren. Even de belastingkast. En daar staan ze klaar hoor. Oh, waar moeten we erachteraan? Waar moeten wij erachteraan? Ik heb gewoon belasting in niks betaald. Dus. Ik ook. Wel leuk dat het allemaal op de dash staat. Ja, mooi hè. Nou, wij moeten naast die hier gaan staan. Nou, pak je papieren maar, jongen. Hartstikke! Ja, knallende pijpen wil ik horen. En dat voor zijn oudje. Zullen we dat maar niet doen? Kunnen we gelijk weer gaan parkeren. Dankjewel, fijne dag. En dat was controle nummer 3 voor 2019. Nou, deze heeft pech. Er wordt daar niet mee. Denk ik. Ah joh, daar ook niet. Ja, en toen zaten ze alle twee niet op te letten. Het is wel met grote getallen. Ja, dat is. Ze zijn echt op jacht. Ja. Dat was Arno, dat was eens even. Uh-oh. Daar krijg je mij niet gek mee. Nee. We hebben gelukkig onze zakjes op orde. Hier rond de rijmelkamer mee eens. Ja, dat kan ik me ook voorstellen aan alles wat ik wat er nu gebeurt. Hey, Claudia. I'm Baby Yoshi. Yes, you.
minister Blok het volgende wil weten. Wat is op dit moment nu nog de positie van de Oekraïnse overheid? Wat is de intentie? Er is een nieuwe president. Voor motorfietsen kan je het wel hebben over een vooroordeel. Dieselbestelbusje die niet eens in de buurt komt van mij wat gevraagd. Dan kan ik een bende horen. Bende, dan krijg ik zo'n rommel. Ja, we zo kijken van dat. Ja. We're well adjusted chaps. Ja. Ik heb dingen gezien die je eigenlijk niet zou moeten zien. Ja. Wat was je nou van plan? Ja. dit was Damon Pope. There you go. Hun tegenaan tikken. Ik weet hem steeds weer op afstand te krijgen. Dus de tijd die ik win door met de motor te gaan tegenover de scooter. Ja. Dat was gewoon makkelijk. Ik was niet van plan, ik was gewoon van plan om het voor woon-werk te gaan doen. Ja. Nee, daar heb ik een de draaier boven voor, hè? Heb ik zo'n Motor Move 50. Die doet het in 3,9 geloof ik. Nou, ik kan die Nighthawk van toen. Ik ken mezelf, ik moet het in mijn eigen tempo doen, want anders. Fuck. Ja, en dan kom je tegen die tijd pas wel wat tegen. Dus. En dan weten ze, terwijl ze dat beter niet hadden kunnen doen, maar dan weten ze van ja, kunnen we toch nog goed geld aan op. Waarom? Hij doet toch niks ergs? Waarop ik dan dus verplicht ben om een pak steen uit de straat te trekken, en ze eruit weg, weet je.
Maar zij werkt bij facilitair management. Met IT en facilitair werken heel veel samen. Ja. Gewoon heel veel raakvlakken. Toen ben ik eens gaan peilen van, de eigenaar van het gebouw, die heeft kentekenplaatherkenning ingevoerd. Ja. En dan heb jij het nou... Dus ik begon eerst voor het oude systeem, dan kan ik zo'n druppel krijgen in mijn systeem. En toen kwam een van haar collega's, hey Bas, jij wil je motor toch in de garage zetten? Ja. Klimaatactivisten hebben voor dood gelegen bij Schiphol.